Even een life hack. Nou, ga je zwemmen, hè? In de Markendom heb je ook kluisjes. Oh, eerst de gast die is aan het opnemen. En dan doe je gewoon je spulletjes, je jas. Hier in het kastje. Ja, we staan nog niet in de kleedruimte, maar we staan nu in de Markendom. Ja, naast de Daily Food Store. Ja, jouw kiejas erin. Hop. Dat is makkelijk, hè. Nummer 42. Hoef je die jas niet mee te nemen naar het zwembad. Hier een schema dingetje wat je terug kan kijken op het nummer. Nee, maar ik weet 42. Ja. Kijk, hop. En vast. Yes, pak je de tas. Voilà. En dan loop je zo naar het zwembad. Zo, net even nog lekker gezwommen. Nou, die jassen pakken. Ja, wordt alleen maar druk. Maar we gaan de jassen pakken en dan gaan we de auto halen. Jij hebt de sleutel van de jassen. Ja, dus, gewoon op bandje. Hè? Ja, bandje. Dus we gaan even die jassen pakken. Ik weet alleen niet meer wat ik noem. Iets in de 40. Even jassen halen. Jassen. En nou naar de auto. Ja. Zoals ik al zei. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Helaas wel, ja. En die tijd van gaan is nu gekomen. Ja. Dus niet zo dat, zoals de meeste mensen denken, dat we op Center Park wonen of zo. Nee, wij wonen hier niet. We gaan gewoon weer lekker naar huis. Dat moet ook gebeuren, hè. Ja. Dus we gaan nou naar huis. Kijk mensen, we gaan echt naar huis, hoor. Dus. Hoppa. Ik vind dat we nog even over die wandelbrug moeten. Nog een keer? Ja, we kunnen nou wandelroute naar de auto. Ja. Dus we gaan er nog een keertje overheen. Nee, gewoon normaal. Ik ga er niet snel over. Oei. Ik ga eerst, ja. We kunnen ook samen, hè. Dat weet ik niet. Hij doet het gewoon, hoor. Zo, ik ben er al. Dat is een andere vlog hadden jullie kunnen zien. Dat is bijna vier. Handen uit de zakken, dan kan je balanceren. Hoe krijgen we dit pad nog? Oké, okay, daar kan je niet overheen lopen, toch? Nee, het is voor de vogels en de eekhoorns. Kijk, maar daar zie je de vogels overheen lopen. Daar zo. Ja. Daar lopen, ik dacht daar kun je overheen, maar dit is voor de vogels en de eekhoorns. Ja, ja. Dat is een beetje raar. Kijk, naar de wasseret, wanneer is die open? Vrijdag en zaterdag is zo zaterdag zondag gesloten. En de rest tot 12 uur. En vrijdag tot 3 uur. Maandag 3 uur. Woensdag 3 uur. Tussen de middag wel dicht. En woensdag. Ah, dat is niet duur, hè? Ja. Wat zijn gedroogd. Lopen. Normaal zeiden we met de stepjes, hè, naar de auto. Maar we dachten, we gaan vandaag eens lopen.
Dat zie je ook wel wat dan. Toch weer een klein vlogje, ja. Receptie. Die moeten we dadelijk ook door, Chris. Ah, hier is de auto. Nou ja, wij staan best wel ver weg, maar... De wie? Pepita van de buurvrouw van Florida. Oh ja, en waar is die grote hond dan? Ja, dat weet ik niet. Hier waren toen toch ook kennels voor honden? Dat was hier toch, of niet? Ja, dat was hier. Dat die honden horen blaffen. Dus ja, dat was hier om het hoekje ergens. Ja, of was het hier garages en Vossemeren kennels? Dat kan ook, ja. Dus, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar vast, jullie kunnen dat vast wel weten en ons eraan helpen, herinneren. Je kunt wel je elektrische auto laden hier. Ga maar iets van bij. 6 laadpalen. 3 laadpalen, 6 plekken. Dus ja, kun je ook 6 auto's kun je opladen. Ja, dat is een hele mooie, hè. Maar ik vind wel, als ze vol zijn, moeten ze weg. Ja, dat wel even. Ja, nou staan ze gewoon alles bezet te houden hier. Ja, dat weet je niet. Ja, ze zijn nog vol, ja. Ja, maar die andere heb ik een kabel erin. Oh nee, dan... Nee, dan moet je echt gewoon een groene parkeerplaats. Dus... Vind ik ook. Ja. Kijk, dat was je sporthal van net. Ja, daar waren we net binnen. Ja. Dan zijn we bijna bij de auto. Welke garagebox er nog te huur? Die zie ik hier wel nog staan. Daar staat er groot op. Ja. Daar staat er groot op, dus... Die zijn er nog. Maar ja, kan jij ze huren dan? Ja, als je nou met zo'n auto komt, dan ben je daar zeker zuinig op. Ja, maar die staat wel gewoon hier, hè? Ja, maar als je heel zuinig op bent en je wilt niet dat andere mensen deuken in je deur. Ja, dat is waar. Mensen met kinderen die kinderen eruit laten de deur opswiepen. Zoals bij ons vaak gebeurt. Ja. Dat we deuken in de deur hebben. Ja, dat hebben we al. Ja. Dat klopt. Dus dan kun je... Een garagebokje erop. Mm-hmm. Je moet weten waar de auto staat. Ja, daar. Daar, zie je. Oh ja, daar. Ja. Ook met deuken erin. Ja, dat denk ik wel, want er staat weer zo'n Fiat. Een Fiat. Nou, we zullen het zien. Ja, we zullen het zien. En zo zitten we in de auto. Chris? Ja, en als we terug gaan naar huis om de spullen te pakken. Ja. En nu rijden we de zone in. We hebben een speeltuintje. Wij moeten echt wel hard, Chris. Ja. Golfcar. Hier had je nog oude bewegwijzering, zag je dat? Zat daar op die paal. Oh ja. Ja, ik zag ze net nog zitten op één paal. Dus ik heb gemist om eraf te halen. Nou? Hij loopt toch een beetje raar, wat is het daar? Oh, dat is een beetje een raar nummertje dan, hè? Is dat misschien een ponyhuisje of zo? Weet ik niet, maar die nummering is gewoon raar. Hier. De andere is 38 en 326. Dus oh, 38 en. Die 326 hebben ze aan de overkant gemaakt. Oh, en dan moet je verder lopen. Dan zie je hier 316 tot 325 daar. Ja. Yeah. Ja, dan heb je 323 en 324 daar. Oké. Okay. Ja. Nou, dat was even een verzoek. Dus wij rijden nu door naar ons ding. Dat is heel raar. Ding. Gaan we een lekker autootje inpakken. En helaas is de achterkant niet gelukt, want de huisjes zijn bezet. Ja, nee, dat gaat niet dan, hè. Dat gaat niet meer. We gaan weer.
vaak naar huis. Ja, we zitten ze anders op ons te kijken. Ja, dit is ook een pad, zie je, hier staan ook gewoon nummertjes. Ja. Het is... Ik betwijfel het, dus maar... Het is gemaakt, dus dan mag het gewoon. Maar we zijn er. Ik ga snel de auto inladen, dan gaan we naar huis. Maar ja, ze deed dit allemaal, want ik zag vanmorgen heel veel auto's hier staan. Ik moet gewoon achteruit zetten. Zometeen ga ik dat doen. Zet hem nou even zo, goed? Even een laatste controle of alles weg is. En dan maak ik nog even een paar foto's. Voor de liefhebbers die het altijd willen hebben. Het is eigenlijk niet groot, maar het is wel prima te doen. Foto's, het is misschien makkelijker zo. Kijk, de badkamer is ook wel prima. Ja, kijk, alles netjes weer weghaald. Zo. Nou, alles is leeg. Check nu even de kastjes en dan kunnen we gaan. Ja, de koelkast is ook uit. Ja. Ik heb het bestek laat gegooid. Oh. Oh, niet slim van mij. Telefoon op de grond. Hoe dat dan weer kan, weet ik ook niet. Ik zeg het nogmaals, het is geen oven. Alles weg. Afval weg. Daar gaan we, doe de lamp uit mensen. Hop, hop. Hier ook. Hop, en daar gaan we. Oh, hier is er nog eentje. Hoppa. Hop, 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 alles weg. Ja, oh, daar brandt nog wat. Ja, dit is zo'n speciale, kijk. Vel, minder vel, nog minder vel uit. Dus, hoppa. Daar gaan we. Klaar om te vertrekken? Yes. Ik ook. Nou. Zal ik maar gewoon achteruit rijden? Nee, daar liggen rotsen. Ik ga hier draaien. Doe ik. Draaien. Nou mensen, we gaan. Automatische hellingproef. Zo. Nou, dat was hem weer, hè? Zo. Ja, en verrijden. Ja, verrijden. Ja, we gaan naar huis. Tot de volgende keer. Heb je ook een bandje voor mij? Die heb ik nog om je. Dat is ook zo'n vraag, hoor. Gooi ik die zwembandjes van laatst ook even in die bak hier. Kan dat? Ja, dat kan. Dat het systeem op ons slaat? Nee, denk ik dat niet. Nou, ik wacht even met die kant op, dan gaan we deze kant op. Dit doen we dan net tegen de richting. Dat denk ik. Oh, dat moet je zo doen. Jij hebt een mooi tasje, een mooie beeld. Deze bedoel je nou wat?
is het een welkom in de natuurtuin. Wat een natuurtuin. Nou, dan moet je dat maar als tekst eronder zetten. Nee, we hebben het goed gemeld in de eerste. Normaal blijven we altijd een avondje langer, maar dat gaat nou niet. Dat is niet. We hebben nog een klusje vandaag. Andere verplichtingen weer. Nou, flink de auto's stofzuigen van de week. Ja. Hebben we toch gedaan, laatst? Ja, zie je nou niks meer van. Mm. Bandjes. Ze hebben nog allemaal zwemmers nog. Ja. Oh ja, zo'n valluik. Alles in de bak. Oh. Wat is dat? Ja, ik doe rustig, maar als je dat loslaat, dan gaat hij weer dicht. Oh. Dus je moet wel echt om het 200 doen. Ja, dat gaat een beetje lastig. Ja. Maar ja, Erpe Heide weer bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Blijft toch een mooi park, hè? Ja, toch een van de mooiste parken. En mensen, weer bedankt voor het kijken naar deze video, hè. Vlog, dit kwam even lekker tussendoor zo. Zo zie je toch altijd weer wat nieuws. En voor de mensen die het willen weten, het is vandaag. Wat is het vandaag? 12 maart. Zondag 12 maart. Je weet wel, dat weekend van sneeuw, regen en kou. En vandaag is het 12 graden buiten. Ja, hier in. Erpe Heide, hè? Niet in de rest van Nederland. Dat weet ik niet, dat zie ik straks. Ja. Oh, Chris, jij wou nog een brood halen, hè? Ja. Oh, dus, dan zag ik al mensen bedankt voor het kijken. Nee, we gaan even kijken. Chris die gaat dat even opnemen. We moeten een brood uit de automaat gaan halen. Navigeren naar huis. Ja, het eerste stukje weet ik al. Naar huis aan het navigeren. Hoe kan je dus het dorp komen? Exit Center Park. Ja, de exit. Uitgang. Ja. Nou mensen. Als we niet meer terugkomen, dan was het dit. Dus bedankt voor het kijken. Wij gaan richting grote automaat. Als we die vinden. Vinden we die, zetten we dat weer even. In ieder geval bedankt voor het kijken. Nou, Chris gaat even brood halen. Allemaal kleingeld al uitgezocht. Ja. En een mooi volkoren broodje. Neem je de camera mee? Ja. Wacht, ik draai maar eens om. Oké, okay, daar gaat hij. Kijken wat die kost. Nummer 17. €2,75. Ik wil gelijk van het kleingeld af. Dat is het grappige van die broodmachines. Dat zie je in Nederland niet. Nummer 17. Et voilà. En 5 centrum.
Voilà. Oh, daar is hij weer. Nou, van een andere bakker. Ja. Kijk of hij net zo lekker is als die vandaag. Ja, het doet hem, hè. En de kraam is ook goed. Ik zeg het. Dat is wel goedkoper, hè. Hij is goedkoper. Nou, ik leg hem achter erin. Voor het werk. Nou, dit was hem dus echt. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Tot de volgende video. Doei. Nou, de brood halen was bij de Esso, hè. Op de terugweg naar huis. Niet zo ver van het park af. Dat is hier €1,89. Ja, ze moeten weer. Maar we hadden gisteren wel gekocht. Ik denk van 1,61. Dat hoeft de grens wel weer. Ja, zo. Nou, we kunnen zo weer gaan logeren op de camper verder. Dan komen we de hek langs. Oh, dan komen we langs. Ja. Ja. Wat is dit dan nou weer? Ja, is dit die nieuwe, dit is die nieuwe weg. Dit is de nieuwe weg, ja. Ik ga nou via de nieuwe weg. Maar kijk, hier links. Chop, chop, chop. En links. Camperverlof. Daarom is er natuurlijk ook korter dan de nieuwe weg. Ja. Ja, dan moest je altijd door oude dorp. Ja, en dan moest je dat moet je even verstandig doen. Maar kijk, hier. Ik heb een fan, dat zo hier. Blauwe mensen die op de fiets aftrapt. Ja, dat is dorp blijft. Grappig. Heen, wij ook al hebben, dus dat is niet zo dik, want dan zit